vorig jaar ben ik natuurlijk ook bij Alfkaam geweest, want het is gewoon de mooiste concert van heel Nederland. En Pam die nodigt me dan uit om te komen. Onder nummer 104 stort ze zich naar beneden. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en het is 25 maart. Oh, goedemorgen. Op deze stralende tweede dag van de SGW Alfkaam. Voor alle deelnemertjes. Ik wil het niet horen, maar dat is Pam. En het is nu 9:15 ongeveer. En ik hoop dat jullie het horen als we door elkaar heen praten. Maar Pam, die kennen jullie als het goed is al. De allereerste keer dat ik samen met Pam heb gedaan is paard en koets vorig jaar. Pam die praat ook altijd op animal event en horse event, vaak in de pistes. En vorig jaar ben ik natuurlijk ook bij Alfkaam geweest, want het is gewoon de mooiste koers van heel Nederland. En Pam die nodigt me dan uit om te komen. En het is gewoon, ik doe heel zo'n dag gewoon niet zoveel. Ik ben gewoon heel de dag aan het vloggen, aan het filmen, een beetje ter promotie van het evenement. En het is gewoon heerlijk om hier te zijn, vrijwilligers, iedereen goede bui, lekker weer. Dat is vorig jaar ook al zo. En ja, ik heb dus ook vannacht bij Pam geslapen, super gezellig. En we zijn nu dus op het terrein en ze zijn daar al met de dressuur begonnen achter me. Hier zo is het springterrein en hier is dan de grote tent. En daar kan je eten en ik ga even Pam opzoeken. Even een beetje bespreken, ik moet even een programma zien te fixen. En dan ga ik vandaag deze mooie dag vastleggen voor jullie, dus ik hoop dat jullie er net zo zin in hebben als dat ik heb. Ondertussen ben ik een oranje sjaaltje rijker. Ik denk dat dit er grappig uit, maar dat is soort van het kenmerk hier zo van als je dus vrijwilliger bent voor de cross. En het leuke is dat we vandaag ook nog wat bekende gezichten gaan tegenkomen. Romy van der Linden die rijdt vandaag mee. Die rijdt de allereerste B-cross met Dance. En het zusje van Roos, die rijdt met Jordis mee aan deze cross. Superleuk. En ik heb nog zo'n meisje van Instagram die ik ken. Die rijdt ook mee met de cross. Dus zin in. Ik ga eerst even bij het dressuren kijken, want het springen dat is nog niet begonnen. Het is de cross nog niet begonnen. We zijn nu aan het inrijden voor de spring. Inspringen. Wow, inspringen voor het springen. En dan ook weer zo zin in deze dag, jongens. Vandaag wordt deze vlog ook echt half uur lang of zo. Maar het is zo mooier. Als je ooit de kans krijgt om bij Alfkaam mee te doen aan de cross, zeker doen. Als je niks te doen hebt dan en vrijwilliger wil zijn, ook zeker doen. Wordt tof voor je gezorgd en het is gewoon echt super. Bij de dressuurringen. Dat loopt helemaal tot erachter door, maar het is heel erg, het is een beetje mistig, dus je ziet het niet fantastisch goed. Hier zo ook nog allemaal. En het dingetje met cross is dat ze dus, het is een SGW, dat betekent samengestelde wedstrijd. En samengestelde wedstrijd is dus dat je dressuur, springen en cross rijdt. Dus in de ochtend is het dan dressuur, dat is nu al een tijdje begonnen. Om 9:50 is volgens mij de eerste cross. En 20 minuten daarvoor moet je springen. Dus heb jij je dressuurproef succesvol gereden? Want je moet volgens mij een minimum van een aantal punten halen. Je hoeft niet per se een winstpuntwaardige proef te rijden, maar je moet wel echt een minimum halen. Gisteren was er bijvoorbeeld iemand die had alleen maar 1 op de proef staan en die mag dan ook niet, die wordt gedisqualificeerd, die mag niet meedoen aan het springen. Dus als jij een goede dressuurproef hebt gereden, of in ieder geval boven die minimum aantal punten zit, dan mag je dus gaan opzadelen voor het springen. En dan gaan mensen een rondje springen en dan moeten ze dat parcours ook. Ja, eigenlijk nou niet per se foutloos, ze mogen volgens mij in totaal 5 balken eraf hebben. Maar je moet natuurlijk wel eerst laten zien in het springparcours dat je paard kan springen. Want ja, weet je, die hindernissen in de cross die geven niet mee. Dus als jouw paard door elke hindernis heen gaat of alleen maar een weiger is, ja, schiet natuurlijk niet op voor in de cross. Dus ze moeten dan ook nog laten zien dat ze een springparcours rond kunnen komen. En dan, als dat allemaal bijna goed is, dan mogen ze pas meedoen aan de cross. Dus het is echt niet zo dat iedereen zonder ervaring mee kan doen aan de cross of zo. Je moet wel eerst goed kunnen dressuren, eerst goed kunnen springen. En het dingetje is zelfs nog dat als je geen goede punten hebt bij de dressuur, dan kan je het echt vergeten op een hoge plaats met de prijsuitreiking. Je moet echt al in de top 5 eindigen eigenlijk in de dressuur. Wil jij, of top 10 of zo, wil jij springen foutloos en cross foutloos, wil je dan nog in de buurt van de eerste plaats komen. Dus die dressuur die weegt echt heel erg mee. En dat vind ik wel goed, want heel veel
springruiters die doen één keer een B-proefje en dan gaan ze lekker springen. Maar de dressuur is natuurlijk altijd nog de basis. En dat worden met SGW-wedstrijden wordt dat nog echt even van je gevraagd. Dat de dressuur altijd de basis is, wat je met je paard wel in de hand kunnen houden tijdens zo'n crosswedstrijd natuurlijk. Dus dat gezegd hebben, weten jullie hoe een SGW in elkaar steekt. Ik ga nog eventjes verder filmen. Ik heb Romy gespot, jongens. Daar staat de moeder. Daar is Romy. Als we van het dressuur hier zo lopen, dan heb je hier het inspringen van de cross. Gelukkig wel wat crosshindernissen. Je hebt daar zo het inspringen van het normale springen. En dan heb je daar zo het springen. En daarachter is dan kwetcheck, gaan we zo ook nog even heen. En daar is de start van de cross. Ja, nummer 11 heeft het gedaan bij de tweede auto's. De cross te starten. Tasha van der Pavert met Allure 1 van Rijvereniging. Hij komt uit het weer. Wijk A, 8 punten. Waar wij op letten bij de keuring is in ieder geval de hartslag. Kijken we naar en ze moeten voor en na de cross worden ze gekeurd. Goed, de hartslag moet niet te hoog zijn natuurlijk, dat zegt iets over de conditie van die paarden. Verder kijken we of ze wondjes hebben, of ze geen beschadiging hebben. Zeker uit de cross is een belangrijk iets natuurlijk. En we kijken naar de gang. En dan alleen met name in draf. Kijken of ze niet kreupel zijn. En als dat het geval is, dan kunnen ze aan een mooie wedstrijd meedoen. En heb je vandaag al een paar moeten afkeuren? Ja, we hebben er helaas eentje af moeten keuren. Die was kreupel. En er zijn twee mensen hebben zelf gezegd van nou, het paardje loopt niet lekker, ik stop ermee, ik ga niet verder. Dat is heel verstandig. Heeft er duidelijk zin in dat beestje? Ja. Jury Roof van Heikal even naar het spring. De tijd van 66. Nou, dus de ronde is ook vertrokken. Goed op de eerste rond, goed op de tweede. Daar gaat ze. 36 Laura Kretsen, goed op naar de finish. En, daar komt maar elke keer als ik wil gaan praten, dan gaat die omroepen er doorheen. Dus dat is een beetje... De ja, Alphen ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Maar Romy heeft net haar spring gehad. En dat ging heel goed, foutloos. Geen strafpunt, ging echt heel goed.
Dus hij gaat nu zo naar de dierenarts toe om dan de uitslag te meten. Dan gaat het nog een beetje kosten in deze inspring, maar ik loop alvast naar de waterbak toe. Want dat is echt het mooiste op Nieuw-Dienst Cross. Dat gaan jullie straks zien. Misschien geen die van vorig jaar nog weten. Dat is zo vet. Sowieso heel deze cross is echt daarom, ik zeg het al wel, de mooiste cross van Nederland vind ik. Gewoon dwars door het bos heen, over de heide, over een zandvlakte, het water in, echt zo'n soort van meertje. Echt superleuk. Dus daar ga ik nu heel snel heen lopen. Want Romy's moeder wilde ook heen lopen, maar ja, je hebt maar 20 minuten tussen je springtijd en je kosttijd in. En het is best wel een stukje lopen, zeg maar. Dus ik denk dat je al 20 minuten aan het lopen bent. Dus goed, ik ga er snel heen. Oké, dit is echt heel jammer. Ik zit dus hier bij het water. Dit is trouwens het water dus. Echt super. Het is echt een prachtige plek. Kun je hierboven zitten en er zijn hindernissen en zo. Maar nummer 47 was dus net en die kreeg het paard niet echt het water in. Uiteindelijk wel. En Romy zou dus daarna zijn als nummer 48. Alleen... toen hoorden we dit, de hele tijd van, nummer 48 is succesvol over hinder, is 1 en 2 heen. Romy van Linden is succesvol over nummer 4 heen. En toen ineens, en we hebben een val op nummer 5 van Romy van der Linden. En ik zag de moeder hier staan en Fenna die staat hier ook bij. Fenna is ook gekomen. En die zie ik ineens heel hard weglopen. Dus Romy is van dance afgevallen, dus dat is even minder natuurlijk. Dus ik ga even terug, denk ik. Want ik denk dat zij ook terug gaan. Ik ga alleen even de andere route nemen, want ik kreeg ook al een appje van Roos. Dat ze met Jordis is aangekomen. En zij zouden mijn rugnummer lenen, dus die moet ik even halen voor ze. Ik zal trouwens nog even een beetje in het kort vertellen met hoe het hier allemaal precies werkt. Alfa Kamer Cross is altijd de eerste cross van het seizoen. Dus dat is super leuk omdat dit als openingscross een soort van is. En het is altijd verspreid over twee weekenden. Dus eigenlijk afgelopen weekend en dit weekend. En dan is de eerste weekend is dan de paarden. En het tweede weekend is dan de ponies. En ik kom eigenlijk voor de ponies, omdat natuurlijk dan de kinderen ook zijn en zo. Alleen, vorig weekend lag er ineens de dag ervoor sneeuw. Dus hebben ze de wedstrijd moeten afblazen. En dan houden ze de wedstrijd op zondag. En dan, nu is vandaag weer zondag. Vandaag zijn dan de ponies. Maar omdat ze vorige week de wedstrijd van de paarden moeten afblazen door die sneeuw, is dus de wedstrijd van de paarden gisteren verplaatst, zaterdag. Dus hebben we nu ineens twee van die drukke dagen achter elkaar. En ik hoorde een fluitje, dus er komt straks een paard hier langs. Dus, maar omdat er eigenlijk altijd, er komt de vraag weer van, is er een oefencross? En, er gaat een paard. Oh, daar ging niet. Maar er komt altijd weer de vraag van, oefencross, komt die er en zo? En er is wel een terreinrit, maar dat is echt alleen voor kinderen. Dus ze hadden dit jaar voor het eerst verzonnen om dan de vrijwilligerscross te rijden. Dus je mag meedoen, dat is een soort oefencross. Maar je mag alleen meedoen als je dus vrijwilliger bent en zo. Dan kunnen ze wel meer vrijwilligers werven, want zo'n wedstrijd bestaat bijna alleen maar uit vrijwilligers. Dus die heb je echt nodig. En ik zou daar oorspronkelijk dus ook met Marley meedoen, want ik ben hier natuurlijk vandaag ook vrijwilliger om te filmen en zo. Nu werd dus... de cross als eerst al afgelast, omdat dus de sneeuw van afgelopen van vorige week zondag niet kon doorgaan. En dat dus naar gisteren is verplaatst. En gisteren zou dan de oefencross zijn. Dus dan moest de oefencross plaatsmaken voor de echte cross. Nou, dat snap ik natuurlijk, dat is heel logisch. Alleen natuurlijk, nu is Mar ook niet goed. Dus ik had sowieso ook niet gestart met hem. Maar voor volgend jaar staat dat idee natuurlijk wel weer. Dus volgend jaar zou ik hier met Mar die kunnen starten. Misschien kan ik dan wel officieel B starten. Hoef ik helemaal geen oefencross te rijden. Maar goed, dan moeten we die winstpunten in de B-spring een keer zien te halen dit jaar. Dus... zo werkt het een beetje. En dan vandaag denk je van, maar vandaag zou dan de ponies zijn. De B-paarden wordt samen met de ponies gereden. Omdat dan de B-paarden ongeveer even hoog is als de M-ponies, volgens mij, de L-ponies. Dus dan hoeven ze niet tussen die twee rubrieken te verbouwen. Dan kunnen ze dat gewoon laten staan. Omdat het natuurlijk verschillende hoogtes zijn en zo. Dus ja, zo werkt dat. Een cross. En vandaag, het is veel informatie, ik weet het. Maar goed, we hebben gewoon een leuke dag vandaag hier. We zijn nog een paar maanden bij. De rest was schaam aan voor de maandag. Ho, ik schrik zwaar de zon in. Hier zo de jury. En dan gaat de moeder van Bel gaat aanmelden. En hier zo even jury. Maar Roos zit er niet op, want Roos is ondertussen ook al 18 geweest. Dus die moeten ze de paarden starten. Dus Roos' zusje Annabel die start met Jor.
En die gaat nu eerst even de dressuurproef rijden. En dan heeft ze vanmiddag pas ergens de cross. En zoals Romy, die had gelijk na de dressuur even snel om, aan de zadel opdoen, springen en dan cross. Maar hier ze zitten echt 2 uur tussen of zo. Dus ik kan nog even op de gemak de cross gaan lopen. Dus ik ga even hun proef filmen. Nou, we zijn weer aan het wandelen. Ik zat hier de hele tijd bij Hindus 2. En toen kwam er nog 1 paard langs. Ik dacht, ik ga de volgende wel filmen. En toen was dat blijkbaar dus de laatste. Dus de B-paarden zijn afgelopen. Dus vanaf nu gaan alleen nog maar ponies komen. Ze beginnen dus met de M-ponies. Dus ik zat hier de hele tijd te wachten tot die ponies dan kwamen. Maar die hebben een andere route. Dus ik zat hier weer voor niks. Dus ik ga nu weer even naar de normale route lopen. En dan kan ik de ponies gaan filmen. En ponies. Er zijn wel coole hindernissen en coole ponies allemaal. Schalk 97 voor de hindernis 5 met Tom Tom. Tom Tom goed over de hindernis 19. Van Hommert, Daniel Haver met Slep. Maar hier komt de concurrentie aan hoor, want we zagen hem aankomen. Er zijn maar 120 koetsen in de Bianca. En hij komt in het hinderlicht van Panta Park. Ik zit bij het water en kijk! Hallo! 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 Ik ben er ook! Ik ben er ook! Ja, jij hebt het toch missen, het is wel 7 hoor. Kijk maar. Elk ponies begint om 10:50. Ja? En je is op 7. Oké, dan is het. En Drek, om 4:30 gaan ze naar 6. Oké, dan vind ik het goed. We moesten even zeker weten dat ze de goede sprong zouden nemen. Want Amy die was alsmaar aan het aarzelen net. Amy Adriaanse met haar Mr. Always Happy. Dat lukte niet helemaal. Nee. Nou, we gaan eens even. We gaan eens even kijken naar Sanne Hoeks, die mee rijdt voor de selectie. Oh, wat een mooie sprong. Tjonge, dat goed. Met Oxford van de Beker Heide. Onder nummer 104 stort ze zich naar beneden. Draait daarbij voor die Rabobank hindernis overheen. En dan zie je het even op door het water. En dan de heuvel op. Nou, dat is klaar. Hé, moet ons zo opletten als ze komen, want je moet het natuurlijk wel goed zeggen. En je kan niet altijd even goed zien. En het is ook wel eens lastig dat de... Wat is er uit de boom gevallen? Hoor je dat? Nee. Door het geluid van Pam zijn er 2 luidsprekerboxen uit de boom gevallen. Echt? Oh. Ik zei bijna een lelijk woord, maar ik heb het ingehouden. Abel Ridder met Jurgens.
Moesten die? Die alles gewoon, die andere. Annabel en Jordis die zijn net geweest en ze had volgens mij in totaal 4 weigeringen. Maar je mag volgens mij niet meer dan 3 weigeringen hebben op 1 hindernis. Bij het water stond ze 2 keer stil, maar uiteindelijk stapte hij er toch overheen. Maar ze heeft hem uitgereden. Ze had de eerste cross van Jordis, officiële cross, dus dat is natuurlijk super goed. En nu gaat Carmen straks. En dat is Sanne, Carmen is de pony en de kenner van Instagram. Ik had haar gevraagd of zij dan de GoPro wil doen. Maar nu deed uiteindelijk dan Annabel ook de GoPro op. Dus dan komt Carmen ook nog even op. Dus, ik noem haar steeds Carmen, maar ze heet Sanne en de pony heet Carmen. Dus dat ga ik ook nog even zien. Maar zij zegt dat Carmen niet gaat stoppen. Dus ben benieuwd. Thank you.
goede nieuws wat ik zojuist gehoord heb, is dat de deelnemers van de terreinrit in ieder geval allemaal prijs hebben. En nog een hele leuke mededeling daarbij, dat deze prijzen uitgereikt gaan worden door, nou hoe zal ik het noemen, hippies, vlogster, reuzen bekend bij heel veel jeugdige ruiters, Verdienen Hooi. Zo, we zijn weer even achter de scherm hoor. Eventjes naar mijn auto lopen, even de spullen wegbrengen. Mijn GoPro en mijn rugnummerhouder. Die had Annabel geleend. Sanne had dan de GoPro natuurlijk net op. Die dat hebben jullie al zo net gezien. Het ging super goed met haar. Het is allemaal goed en leuk en alles en zo. En Annabel had ook echt 200,5 of zo met Jordis in de dressuur. En Sanne die stond ook tweede met de dressuur. Dus gaat lekker in ieder geval. Maar ja, Jordan had natuurlijk een paar keer in de cross fouten. Dus die gaat niet in de buurt komen van de eerste plaats of zo. Maar natuurlijk niet ergens in de eerste cross. Sanne was ook de eerste cross. Dus dat is super goed. Maar goed. Ik heb nog een chocolade paashaas in mijn auto liggen. Dat heb ik gisteren van Pom gekregen. En ik heb trek in chocola. Oh, weet jullie wat in mijn auto ligt? De nieuwe merchandise. Samples. Dat zijn nog niet echt. Maar het stomme is dus dat de polo's niet matchen met de dekjes. Oh, mijn hoofd is echt een beetje roodig van de zon, denk ik. Ik heb hem ook helemaal niet ingesmeerd. Maar de polo's die matchen niet met de dekjes, dus dat gaan we even anders doen. Maar goed, dat zien jullie allemaal wel. Ik heb in ieder geval zin in met Paardenjes Live Fans. Het is de eerste keer dat ik ga verkopen. Dus als je nog geen kaartje hebt, ga dan daarheen. Maar goed, ik ga eventjes een beetje een paashaas hier opeten. Ik ga mijn jas aan doen, want ik krijg het nu echt koud. Nu begint de zon ook weg te gaan en zo. Het is allemaal bewolkt. En dan moet ik straks even een paar prijsuitreikingen doen. Ik heb ondertussen wel genoeg op zich gefilmd van de cross. Dressuur is al afgelopen. Springen is nog bezig volgens mij. Nou goed, jullie zien het vanzelf. Nou, dat was het weer jongens. Ik heb net prijsuitreiking gedaan van de DL volgens mij. DM niet. En de CL heb ik gedaan. En toen ook nog de terreinrit van alle kleintjes. En ook nog toen de B. En Carmen die was tweede geworden, dus natuurlijk super tof. Nou, eerste SGW-wedstrijd en dan word je gelijk tweede, dus natuurlijk wel doe je iets goeds. Maar we hebben net nog even lekker gegeten. En Pam die ging ook naar huis, want die was ook helemaal verrot. En toen dacht ik, nou ja, ga ik ook maar gewoon lekker naar huis, want het is al 7 uur geweest. We staan hier al sinds 8:30 vanochtend. Dus ik vind het wel goed, ga lekker naar huis toe, kan ik op tijd thuis zijn. Ik wil deze vlog ook eigenlijk aankomende dinsdag online, ik weet niet of ik dat ga redden. Maar goed, dan kom ik tenminste niet zo laat thuis. Nog lekker in het licht rijden. Ik moet nog 1,5 uur naar huis rijden. Dus ik vind het helemaal goed. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en genoten hebben van de sfeer op dit super toffe evenement. En misschien tot volgend jaar wel. Ik ga natuurlijk absoluut proberen om er volgend jaar bij te zijn. Ik doe het even zo, dan kan ik even mijn sleutel van mijn auto pakken. Al is het dan met de vrijwilligersrit. Al is het dan dat ik eindelijk met Marley officieel kan gaan starten. Oh, ik ga even... Ik heb een paashaas gekregen, dat had ik jullie natuurlijk al verteld. Die wil ik er natuurlijk wel even naast hebben, zodat ik niet lekker kan opeten in de auto. Dus ja, misschien volgend jaar wel. Misschien doe je volgend jaar wel mee met je paard, pony. Misschien kom je hierin uit de buurt en wil je wel vrijwilliger zijn. En dan kan je ook meedoen aan de vrijwilligerscross. Of je wil natuurlijk gewoon normaal vrijwilliger zijn, dat is natuurlijk ook helemaal goed. En ontzettend gezellig en het is gewoon leuk. En zeker als het dan zo lekker weer is, dan is er niks leuker om op je vrijdag gewoon eventjes hier aan mee te helpen. Nou, bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende keer weer. Doei doei!